Oké, ja, misschien heb ik ook wel dezelfde. Wat zeg je? Ja, voor mij heb ik van Pirate Bay. Oké, als jullie hem even overzetten, kijk, kom eens hier. Kan ik hem direct op jou zetten of zal ik hem op de server zetten? Ja, doe maar, ja, misschien. Hoe groot is die 7 giga?
half drie toeristen is. Ja, als hij dat helemaal over het netwerk niet moet gooien, dan duurt het wel lang. Ja, precies. Dus als je hem gewoon gelijk op het netwerk doet, hè? Ja, wacht. Ik heb nog best wel ook kabel. Ik heb hem niet afgemaakt. Ja, maar dat hoeft niet, dat hoeft niet. Nee, ik zie hem op die stadion. Nee, kom, kom op. Nee, kijk maar. DPC 01, dat ben ik. Maar nu is het geen plek voor dat, ben ik persoon. Dus het gaat alsnog even zo. Ja, het is wel een lange kabelpakker. Gaat door die machine. Dat heeft een lange kabelpakker, maar direct op deze gaat die gaat door de 30 van deze seconde. Ja, oké, maar hij heeft een kostpijker. Deze? Wat proberen? We hebben een kostpijker van deze naar 10. Oké, dat is gewoon meer. Ja. En hoe lang die kabel? Ja, ben je dan lang genoeg? Kijk, als we deze blauwe gebruiken, dan kijk eens aan. Ja. Ja, dat zal hem wel worden. Dat ding van gaat er ook. Zij is op zich wel niet. Als ik even die eruit haal, dan kan hij straks nog makkelijker worden. Ja, dan weet ik zeker wat hij daar voor je pakt. We moeten daar even de netwerkinstellingen van gaan denken. We proberen het gewoon, als ik in één keer wil. Daar moeten we naar die gateway en dan gaan we. En net, soms lukt het in één keer, als het niet in één keer lukt, dan gaan we aanpassen. Ja, oké. Okay. Eerst steken we erin, kijk wat er komt. Ik heb verwacht, hij gaat het ophalen. Heb je bijna al genoeg? Ja, ik pas wel. Ja, maar hij is niet zo. Hè? Hij is niet zo. Ja, maar ik moet even de knoop houden. Ben je wat doen dan? Draai. Hey, fuck, dit is niet bijna uit. Ben je niet goed bij je hoofd of zo? Is hij? Ja, maar jij kan ons niet joinen, toch? Nee, ik ben niet. Wacht hoor. DPC. Ik kan er alleen niet op. Nee, dat klopt. Ja, ik wist het al. Ik dacht al met die gateway. Okay, volgens mij kan jij wel bij zien. Klopt dat? Ja, ik ben even bezig. Wacht even. Even kan je even langs. Ja, ja. Team Zucker Jury. Ik kan het net zo gaan met mijn 5. Ja. Dan kan je gewoon van mij eraf pakken. Ik wil een single player. Ik heb een single player gedaan. Ook een deel. Dus ik neem het weg. Ja, dat is wel goed. Ook een machine bij de hand. Zo. Was de Moscone? Hoe heet jouw PC? Winter 17. Maar ik weet niet precies uit mijn hoofd. Wacht, ik doe het anders. Ik denk. Hey, wat dan? Ja, maar ik kan geen dat ik op de knoppen deur. Ja, nee, wacht, ik ga het anders doen. Is goed. Ik ben er zelf wel eens. Je moet jou iets verder hebben met je PC. Kijk, ik heb een IP-pop. Ja,
vervangen? Een beetje luid. Oh. We zijn aan de kut. 25. Maar wachten. En als je die gate even had. Oh, fucking shit. Ja, 0.18. Ja. En jouw die verder is 0.70. Ja. Wel oké nu? Hè? Oké. Oké. Oké, ja, schakel delen in. Thuis met werk, dus ja, maakt niet uit, doe maar. Wacht, ja, ik zie jou. Oké, mooi. Ik zie jou. Ik ben beter nu heen gekomen, ik heb een rechtstreeks verbinding nu. Oké, en dan doe ik naar sharing is caring. Dus het is goed te zien, die staan ergens. Ja, in het netwerk zie ik jou staan. Ja, pc. Dan staat daar een foldertje. Ik zie jou hier. Ja. En dan moet je sharing is caring. Ja. PDT, ga het hele foldertje pakken. En even neerkleuren en zorg dat je niet iets override, die andere PDT. Die je hebt. Nee, dat niet. Ja. Hoeveel ging van het zijn? Ja. Hoeveel zit er in Elf en Ninjas on the Brain? Jezus, wat een fucking naam! Dat deed ik al niet. En hier heb je nog geen PDT, dus hier kan het niet. Nu misschien even. Maar deze zou ik nog beter van moeten gaan. Ja, maar er is steeds dingen natuurlijk. Waarom doen jullie een ander spel? Nee, die eentje is eigenlijk niet leuk bij je. Nee, goed. Nee. Wil iemand nog koffie? Nee, ik doe zo gewoon koffie. Ja, dan doen ze wel deze prijs. 6 minuten. Ja, kijk, die gaat er af. Ja. Uurzoef. Ja, dat gaat wel af. Juist. Gaat het goed? Ja, wat gaat het? Oké. Ik vind het echt vet, jongens. Echt serieus. Ja, maar ik even. Ik heb het helemaal bestaan. Op zich zou nog een keer niet zo heel moeilijk zijn. Nee. Ik kijk als iemand dan een vierde PC meeneemt die dan wel even sterk is. Maar die PC kunnen wel dingen op, maar die is niet gigantisch sterk. Nee, maar dat is de limitatie. Ja. Dat is beperkt. Maar het netwerk is gewoon goed, het is gewoon snel. Precies. Geen probleem. Dus als je gewoon 3 mensen klikt die je PC meeneemt, hoppa. Ja. Nee, maar staan. Op zich is het niet zoveel moeite als dat even staan.
je bent niet thuis hoor. Als het goed is, zou je wel meteen kunnen. Kom. Ja, yeah, it's done. Oké. Oké. We moeten de kabel blijven halen. Let's disconnect this stupid cable. Ja. Jan, de netwerkkabel moet ik nu gewoon houden. Ja, ik moet even de settings aanpassen. Ding heeft veranderd. Je hebt het heel ding veranderd en heeft heel veel problemen veroorzaakt. Ja, kijk, daarom moet je niemand vertrouwen. Ik vertrouw niemand. Zeker niet met mijn netwerk. Ja, okay. jullie wel, een beetje. Maar... Dus niemand behalve die mensen. Ja, jullie vertrouwen wel een beetje, maar echt geheime dingen en zo, dat zet ik, dat deel ik niet. Wat? Als ik zo ga zitten. Ja, dat dacht ik al. Dat is veel beter. Oké, okay, je kunt schermen. Ja, dat kan ik niks zien. Ja, ik kan het wel. Ik dacht hier op de computer doen. Dat komt niet echt zo vlak. Oké, wat zullen we doen? Wie hosten? Ik denk jij van prima kan hosten, weet je wat we doen? Je host gewoon op live, want er zo weinig mensen spelen. Wat? Jij host gewoon online, want dat zo weinig mensen deze versie hebben, kan dat prima. Ja, maar niemand kan toch joinen, want er is geen poortverwarring. Dus ze komen toch nooit in mijn netwerk binnen. Dat zou kunnen. Dus, ga gewoon naar PrimeNet en start iets. Even kijken, moet ik naar PD Win 32 release, moet dat opstarten? Ja. En voor de rest niks? Voor de rest niks. Ik wil even Delta even vinden. Dat is lekker nieuw. Ja, inderdaad. Ja, wij hebben die. Dat is de DLC. Dat is de DLC ook in de company. Ja, die hebben we dus gedaan. Zo zijn we wel. Ik betaal nooit voor spel. Nou, ik betaal al heel veel. Te veel? Ja. Sorry. Kijk, je echt met nou, ja. Af en toe, als het spel echt zo goed is, waar de multiplayer ook fantastisch is, vond ik en Brian hebben instant Dark Souls 2 gekocht, maar... Dat was niks, zeker? Jawel. Heerlijk spel. Ik heb hem nu bij me, maar ik zit nog steeds vast bij de 3 Sentinels. Dan moet je even die andere routes gaan. Route Sentinels is een van de moeilijkste bazen in het spel, dan moet je die andere routes eerst doen. Dan kan je heel veel sterkere wapens krijgen en zo, dan kom je later terug. Aan het begin van het spel heb je 4 routes, en het maakt niet uit welke volgorde. Pas op dat die camera niet valt, oké? En Route Sentinels is waarschijnlijk een van de moeilijkste routes. Ja. Dus dan moet je even terug naar Bajula en een andere route kiezen. Misschien ik moet naar CrimeNet toe. Ja, gewoon CrimeNet en dan iets hosten. Even kijken. Want we zijn allemaal level 0, toch? Neem ik aan, jij ook? Je local backup saves more recent than the last team save. Dan zeg je altijd gewoon ja. Yes. Ja, use local backup save. Oké, dan CrimeNet offline? Nee, gewoon online. Gewoon CrimeNet? Gewoon CrimeNet. Oké. En ik zie nu wel andere mensen, maar kies gewoon een eigen missie en doe dan het makkelijke. Waar zie je andere mensen dan? Gewoon in CrimeNet. Oh shit! Want we zitten gewoon online. Maar we zijn er één host, dan kunnen we waarschijnlijk submitten. Hoe host ik hier? Dan moet je gewoon even een... Wacht, anders host ik wel, joh. Ja, ik moet misschien eens zeggen, want... Ja, anders... Oké, ik ga hosten. Ik doe gewoon public. Er kan misschien een vierde persoon voor online meedoen. Dat kan geen kwaad, dat is gezellig. Ja, oké, maar hoe join ik jou? Als je, nu moet je even rondkijken en dan zie je ergens Jewelry Store John. Als je... Ja, ik heb hem. Ja, klik erop. Accept. Ja, en vanaf Reputation 80, level 80, dan heb je een nieuwe difficulty en dat is Deadwish. En dat is alleen van PC, vind ik jammer.
Ik denk niet dat iemand anders kan joinen, maar Firewall denkt tegen. Ja, ik zag hun en dus ik denk dat ze bij ons zien, maar weet je wat, we gaan gewoon met z'n drieën. Het moet prima lukken. Nee. Ja, ik zit erin. Ik ga even kijken of ik Bob kan toevoegen. Ja, we hebben twee Johns. Moet je even je naam aanpassen. Ja, ga ik doen. Hallo, level 3. Werken we gewoon samen, ja hè? Ja, ja. We werken samen en we gaan die bank proberen. Heb je het wel eens gespeeld? Ja, ja. Oké, een paar tips. We gaan naar binnen, we nemen zoveel mogelijk hostages. Stealth gaan we niet proberen. En je schiet niet naar buiten. Je wacht tot de politie naar binnen komt en de hostages komt er. Want hoe minder politie je kilt, hoe minder er spawnen. Dus we blijven binnen het gebouw. Dus blijf verstopt in het gebouw en kill de politie alleen als ze de hostages komen pakken. Ook hoe meer hostages we hebben, hoe minder politie er spawnt. Oké, dus we blijven in het gebouw? Blijf in het gebouw. Pak zoveel mogelijk hostages, elke twee dus. Dus hebben we er zes als het goed is. Mm-hmm. En dan blijven we verstopt en beschermen we de hostages. Oké, is goed. En als het dan klaar is, dan moeten we, als er geen assault is, een run maken met onze loot. Oké. Okay. Yes? Ja. Start maar. Oké, okay, here we go. Heb je nou je naam laten veranderen? Ja, ja, alleen dat... Dat wordt straks pas geactiveerd. Oh. Nou, ik zag het nog. Oké, ik schiet... Nee, kut! Ik ga bewaking neerschieten. Gaan jullie hostages nemen? Ja, maar waar zijn die? Gewoon in het gebouw. In het gebouw. Gewoon in het gebouw. Jij heet nog steeds John, hoor. Ja, maar... Nou, hoe zit het om opnieuw te starten? Dat doen we straks wel even. Ja, maakt niet uit. We horen toch allemaal bij elkaar. Precies. Ja. Even kijken, start jij hem, of...? Ja, we zijn allemaal klaar. Loadout. Ja, jij hebt nog geen ready gekregen. Nee, dat klopt. Ik ben nog even aan het kijken. Kan ik een item meenemen verder? Nee, ik kan niks meenemen. Ben jij level 0 of wat? Ik heb geen idee. Kan je hij is level 3. Oh, je bent al level 3. Oh, dat is leuk. Oké. Okay. Oké, okay, ik ben level 3. Jullie zijn level 0 alle twee. Ja. Ja. Oké, let's go. Let's do this! Neem jullie hostages, ik haal alle bewakers neer en zet drills in. Huh? Oh, die boors, die kluizen. Ja, dat doe ik. En ik haal ook de bewakers neer. Jullie nemen hostages en dan gaan we over op... Oké, wacht even. Ja, we wachten, we lopen er binnen. Wacht even mijn settings, even mijn settings. Ja, oké, ik doe nog geen masker aan. Oh wauw, dat is pas fucking HD. Wat is streaming chunk? Wat is dat? Streamt hij dan? Weet ik niet. Oké, let's do this. I'm ready. Even wachten. Mijn koptelefoon op. Ja, oké. Okay. Oh, ik zie het niet. Ready? No. Oké, jullie nemen hostages, hè? Ja. Oké, gewoon onder schot houden. En een handboeien. Die met haar kijken. Haal was verhandboeien. Hoe doe ik handboeien? Oh, we gaan op de hand, heeft het geneukt. Ja. Hoe doe ik handboeien? Ik geloof met H. Oh, tie hands. Oh, hey, what the fuck. Jullie kunnen zien wie de belt. Dan kunnen jullie stoppen en dan kunnen jullie uitschakelen. Maar die krijgt dat niet te zien. Omdat die fucking game maakt. Ik heb geen cable thuis meer. Ja, dat is prima. Ik neem deze vrouw, die vind ik wel sexy. Oké, de alarm is afgegaan. Ik ga het bollen opstellen. Ik heb een ongelukkige granaat gegooid, aak. Wat zeg je? Voor ongelukkige granaat. Ik zie helemaal geen boor. Waarom schiet je die vrouw neer? Oké, bewaken jullie de voorkant, ik ben de achterkant aan het looten. Oké. Bots gaat wel dus tegen politie blijven schieten, maar ja. Oké. Okay. Daar kan je niks aan doen. Ja, dat is gewoon zo. Behalve als je het stealth doet, dan blijven ze hun ook gewoon stealth. Ja, oké, maar fuck stealth. Waarom zijn er zoveel civilians? Hey, ik zou je wat zeggen. Ik gooi de ongelukkige granaat, dat heb ik al 10 keer gezegd. Oh. Okay. Motherfuckers! Ik haat politie. Ik heb een vriend van me die ging een keertje frame stealth doen met me. Wat gebeurt er op het laatste moment?
Wat gebeurt er op het laatste moment? Ik ging in die goldjat, hè? En die kluis, maar er ging iets fout. Ik moest die gold dus halen, maar hij had me niet verteld over sensors. Oeps. Nou ja, dus ik gooi een bag naar buiten. Hey, hoe kan hij joinen? Het is online, maakt niet uit. Wie, wat, waar, hoe, gaan? Oh, hij host gewoon online. Hij host online een. Ik host gewoon online. Dus het is online, dus ze kunnen het erop. Oh, het gaat via hun netwerk. Nee, ons netwerk, maar je zit gewoon online. Blijkbaar is het gewoon verbonden met de rest van de wereld. Ja, dus want als je zelf gewoon, match doet, dan is dat het gewoon... Dat is raar tot hij het doet dan. Ja, oké, okay, maar blijkbaar doet hij dat gewoon. Dat is net zoals PlayStation. Eigenlijk. Dat duurt wel lang. Oké, okay, we proberen dus gebukt te blijven en af te wachten tot hulp bij ons afkomen. Want hoeveel hosten... Blijkbaar is hij toch niet... Oh, toch niet. Oké, ik heb heel veel... Oh, wacht, volgens mij is het achter ons. Ik dek de achterkant wel. Goed. Ja, ik heb hier echt heel veel politie. Ja. Als ze naar binnen komen, moet je ze afmaken. Zo niet, laat ze gewoon staan. Ja, ik heb geen... Armor? Ja, nee, geen ammo. Helemaal niks. Daar moet niet zoveel knallen. Oh god, ik ben echt bijna dood. Ja, ik ook. Motherfuckers! Ik haat je. Ze kunnen beter gewoon expres doodgaan. Als je revive wordt, dan heb je een beetje AP volgens mij. Ja, ik ga gewoon nu expres even dood. Redden jullie hem? Ja. Oh fuck. Shit! Wie schiet er op mij? Is dat een granaat of zo? Nee. Is er granaat ook DLC of zo? Granaten. Zijn dat ook DLC? Ja, de auto is er. Jongens, de auto. Ja, wacht even, de police zal voorbij is. Waar gaan we? Ja, dat kan je het beste doen, dat de politie weer voorbij is. Oh. Dus wacht even tot de politie zelf voorbij is. Waarschijnlijk kan hij toch niet joinen. We zullen zien. Als het weer faalt, dan ga ik het uitzetten, want dan ben ik het zelf. Inderdaad. Hij kan, volgens mij kan hij toch niet joinen, want Firewall blokkeert dat. Als zijn netwerk, en via zijn netwerk host je dan eigenlijk een game, dus eigenlijk kan hij er dan niet in. Ik denk dat hij geblokkeerd wordt. Ja, we zullen zien. Als die weer geblokkeerd wordt, zet ik hem de volgende keer uit. Dus het wordt een private match. Hoop het tenminste, anders moet ik even kijken naar het netwerk. We zijn ready. Maar dat duurt het gewoon te lang, dus ik zet het volgende keer uit. Ja. Kijk, je gozer hier. Dit duurt me te lang, dus ik zet hem gewoon sowieso volgende keer uit, joh. Kan je hem nu uitzetten? Nee, dat nu niet. Volgende ronde. Volgende ronde. Oeh. Maar hij logt in op Crynet en eigenlijk via Crynet doe je een server online gooien. Ja. En dan gaat het ook via hun. Ja, gewoon via de persoon zelf die het host. Dat gaat ook via hun en nu begrijp ik het. Misschien blokkeert hij hem dan toch niet zo. Wat is dat voor spel, Brian? Gaat hij weer? Naruto... Hij zit erin. Oké, okay. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Zo. Ik heb hulp nodig, jongens. Ik ben bijna dood. Hulp. Wil jij me dat helpen? Ja, ik heb. Thank you. Oh god, politie. Oh, achter ons. Motherfucker! Ik ga naar achter, man. Wow. Ik blijf hier niet. John was down. Where's Jan? Dat ben ik. Waar ben je? Police snipers, damn it. Now we're really in for it. Wie gaat ik John helpen? Ik ben hem aan het helpen nu. Ja, hij is omhoog.
Ik ga naar achteren, ik ga die kluizen. Dus dat zijn geen kluizen. Zijn geen kluis? Nee. We moeten deze spullen kapot maken. Ja, dat hebben we al gedaan. Hier staan nog spullen hoor, hier staan nog genoeg. Ja, die bags moeten straks in de auto. Als je, de politie... moet die dingen jatten. Ja, als de politie zat voorbij is, rennen we met al die bags naar de auto. Welke bags? Met de jewelry? Ja. Jewelry. Ach, het zijn alles. Ik ben nu nog steeds aan het stelen hoor. Oké, okay, dan is het niet goed gejat. Hier is nog genoeg. Ah, oh nee, dit is leeg. Oké, okay, we zijn al onze hostages kwijt blijkbaar. Ja, ja. Nee, die zijn afgeknald door jullie. Niet door mij. Ik ben geheel schuldig. Oh, we hebben er nog twee. Jij bent altijd schuldig. Altijd. Jij verpest. Oh, wacht, mijn ammo is op. Kak. Ja, ik hoor echt helemaal niks. Dan moeten we met de politie zal dus voorbij. Kom. Ja, go. Maak er een ramp voor. Ik neem die tas mee. Ja, doe dat. Neem iemand die tas mee daar. Er zitten er nu al een paar in. Nou, okay. Moeten we naar die auto of zo? Ja. Naar de auto. Dan moet je dan erin gooien. Oké, okay, we hebben nu alles. Ik ben al hoe doe ik hem erin? Oh god. Gooi, gooi. Geef even gooi. Oké, nog meer. Moeten we hem oppakken? Kut. Grote politie. Kut. Ga jij hem redden? Alsjeblieft, iemand, help me. Ja. Ik ga je dood. Ik ben bezig. Ik ben dekking aan het zoeken achter de auto. Laten we gewoon zo snel mogelijk weggaan. Ja, gewoon nu weggaan. Nu ontsnappen. Met z'n allen naar de auto rijden. Ik wil nog... Ja? Go. Let's do this. Go. Hoe moet ik instappen? Ja, instappen. Ja, instappen. Hoe? Springen gewoon, en bukken. Gewoon springen en bukken. Ja, erin. Mooi. Netjes, hoppa. Oh, jullie escape first. Ja, maar jullie zijn god. Jullie zijn nog niet klaar. Oh nee. Oh god. Ik heb die Great Sage heb ik niet gezien in de game. Jawel. Hij heeft nu mee geholpen. Oké, ja. Zij doet nu gewoon mee, dus terwijl hij er is, dus ga ik hem er ook niet uitschoppen. Ja, ik begrijp wel waarom hij het doet. Omdat hij nu via een ander netwerk gaat. Hij gaat niet rechtstreeks via mijn netwerk. Oké, nu moeten we zijn onderschept door de politie, terwijl we aan het ontsnappen waren. Dus nu moeten we nog een keer ontsnappen. Nog een frame. Er is een glitch op de PS3 dat hij door hij is gewoon level de vloer heen gaat. Ja, mooi toch? Ja. Hey Brian. Ja? Oh. Ja. Kun jij misschien even straks ons filmen? Met die camera boven jou. Dat doe ik niet natuurlijk. Voorzichtig, hij draait nu. Zou ik het niet doen? Ja, hij draait nu, dus als je wilt filmen. Ja, red je op mensen? Hij neemt op. Ready? Ja, ready. Ja. Let's do this thing. Ik heb het even overgeslagen. Ja, ik ook. Ik heb neem hier hostages. Ik kan geen kwaad. Oké, we moeten gewoon ergens gaan campen. Wat moeten we doen? Ergens campen met al ons geld. Campen? Ja, overleven tot de politie weg is, dat het ons ontsnappingsvoertuig weer is. Oké, wat moeten we met deze tassen doen? Meenemen. Straks meenemen. Nu? Straks. Straks, zegt hij. Oké, dus nu moeten we gewoon campen. Overleven. Oké. Ik heb nu al één kogel in mijn hoofd. Weer eventjes. Het is nu rustig, dus gebruik een pistool als het kan. Ja, goed. Oh. Je mag wel iets langer filmen. Ja, hoe dan? Als je dat middelste knopje indrukt, dan stopt hij. Middelste knopje. Oh god.